Welkom en dank voor het meekijken. Mijn naam is Marlijn Geurts. Ik ben programmamaker bij de Balie in Amsterdam. En ik wil graag harte welkom heten bij de eerste aflevering van Gedeelde Grond. Het is een reeks gesprekken die we hebben over de toekomst van de landbouw, over de toekomst van ons grondgebruik. En die organiseert de Balie door heel Nederland met steun van de Rabobank. En omdat het in de afgelopen jaren het debat over de landbouwtransitie en waar we voor staan enorm is gepolariseerd. En de mensen die eigenlijk met elkaar samen moeten werken om die transitie mogelijk te maken, eigenlijk in de publieke debat en de economie heel erg tegenover elkaar zijn gezet. Heeft Leenert Bikker en Juri Albrecht, die hier achter mij zitten, nagedacht over een reeks om die polarisatie voorbij te gaan. En dat is wat we in deze reeks proberen. Wat we dus gaan doen is dat we met agrariërs, met voedselproducenten, beleidsmakers en natuurbeschermers om tafel gaan. Om constructief in gesprek te gaan over de transitie waar we met z'n allen voor staan. We gaan op 14 plekken in Nederland in gesprek. En vandaag zijn we in Zuid-Holland. Het is een locatie met natuurlijk veel akkerbouw, glastuinbouw en de Rotterdamse haven. En eigenlijk is de vraag van waar liggen hier nou de kansen voor de groeiende stedelijke bevolking om gedeelde, duurzame en lokale producten aan die mensen te geven en dan ook nog voor een eerlijke prijs. Nou, daar gaan we het over hebben. En om even kort af te trappen hebben we Jim de Jong uitgenodigd. Hij is chefkok hier in het Boijmans. Sinds november pas open. Is een hele mooie locatie. En voordat we wilden beginnen, wil ik even heel kort met hem in gesprek. Dus geef hem een hartelijk applaus. Ja. Jij bent chefkok hier. Is natuurlijk, jij bent ook een van de spelers in die grote transitie waar we voor staan. Als jij nadenkt over de rol van de chefkok in dit, in die transitie, wat is dat dan volgens jou? Zal ik hem nemen? Ja. Voor mij, ik heb altijd groot interesse gehad voor voornamelijk tuinbouw, moestuinen, stadslandbouw. In een van mijn eerdere restaurants. Ik heb zelf altijd een restaurant gehad voordat ik hier begon. Waren we eigenlijk altijd aan het zoeken naar lokale producenten of te zoeken naar producenten die aansluiten op wat wij vinden en van het koken, van wat we vinden van producten. En als je je steeds meer verdiept in goede producten, dan kom je eigenlijk altijd uit bij hoe kan ik die keten zo kort mogelijk krijgen. Dus waar we vaak botsen tegen tussenpartijen, zo van kunnen de radijsjes niet iets groter, kunnen de bloemen niet iets kleiner, kunnen we niet minder plastic verpakking krijgen. En dan op een gegeven moment kom je toch bij het liefst praten met de boer zelf. En ik denk dat in de afgelopen 10, 12 jaar zeker dichter bij de restaurants is gekomen. Maar dat is nog steeds wel een soort missie en een soort van wens vanuit mij. Ik denk vanuit een hoop verstandige koks, om het zo te zeggen. Om die agrarische landbouw en tuinbouw en zo dichter bij ons te krijgen. Dus wij willen dichter bij het product. En andersom denk ik dat heel veel landbouwers het ook leuk vinden om direct product te presenteren in het restaurant. Of dat die keten zo kort mogelijk wordt in ieder geval. Oké, zo, want anders verstaan mensen het niet. En wat is nou, ervaar jij als chefkok belemmeringen in het zo kort mogelijk maken van die keten? Loop jij tegen bepaalde problemen aan? Ja, het grootste probleem denk ik is altijd de spullen naar het restaurant krijgen, linksom of rechtsom. En dat gaat van verpakkingsmateriaal tot letterlijk de bus die voor moet komen rijden. Veel tussenpersonen, of wat dan voor ons de groenteboer is, zeg maar. Die zijn daar heel goed in. En die zorgen dat allemaal op tijd is, door een chauffeur hier naar binnen komt. En zeker voor zo'n museum als dit zitten er best wel wat eisen aan leveranciers. Hè. Ze moeten allemaal worden goedgekeurd. En ze mogen niet zomaar het museum binnen zonder pasje, et cetera. Waar ik het liefst de boer in zijn vuile schoenen hier binnen heb zien lopen. Zijn er toch ook alweer dingen waar je tegenaan loopt die de boer niet kan oplossen en die wij niet kunnen oplossen en een tussenpersoon wel. Dus vaak hebben we het nog nodig, maar we werken nu met Landzicht. Landzicht is een boerderij in Strijen en zij werken biologisch, biodynamisch. En die keten is heel kort, dus ik zit letterlijk op de app met Perry. En Perry die gaat voor mij radijsbloemetjes oogsten en die komt ze zelf met zijn vieze schoenen aan brengen. En eigenlijk zouden we dat het liefst veel vaker zien en veel vaker doen. Maar we lopen toch ook wel tegen dat soort problemen aan soms. Ja.
En in het restaurant wat je hier hebt, ben je natuurlijk bezig ook om zo lokaal mogelijk te eten te serveren. Als we het nu over Zuid-Holland hebben, wat is dan de smaak van Zuid-Holland die jij serveert? We hebben best wel veel discussie gehad over het concept lokaal. Lokaal is niet altijd goed. Ik ben zelf, ook doordat je een moestuin hebt, zeg maar, ben je heel erg veel betrokken bij wat de bodem doet en wat het klimaat doet en wat de zon doet. Ik ben zelf een groot aanhanger van biodynamie. Of ik begin er steeds verder in te geloven, laat maar zeggen. Dus de maanstanden. En ik merk gewoon dat als ik 's ochtends vroeg om 6 uur in de moestuin zit en het was een volle maan of een goede maanstand, whatever, dat de tuin energieker is. En als ik ga denken aan lokale producten in Rotterdam en omstreken, dan kom je toch wel heel snel in het Westland. En ik zeg niet dat helemaal verkeerd is of niet. Maar het is, ik ben groot voorstander van aarde en volle grond. En niet van kaslandbouw. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar als je gaat zoeken naar lokaal, en lokaal hier in Rotterdam en in Zuid-Holland, dan stoot je wel vaak tegen het probleem aan, inderdaad. Eigenlijk dat er weinig landbouw is. Of dat je moet gaan zoeken echt. En dat er ook weinig boeren zijn die je daarin willen helpen. Dus toen ik mijn eerste restaurant begon, was ik 21. En toen dacht ik van, nou, ik stap bij mijn moeder in de auto en we gaan alle boerderijen langs en we gaan ze vragen of ze alsjeblieft willen komen leveren. Maar we werden nog net niet uitgelachen, zeg maar, want dat kan natuurlijk niet zomaar. En als je dan een kleine knolselderij wil, dan werd je ook uitgelachen. Want kleine knolselderijen, dat is helemaal niet geschikt voor de supermarkt. En dat gooien we altijd weg, want die oogsten, dat hebben we niks aan. Dit was overigens 10, 12 jaar geleden. Dus nu is er al in, hè, we hebben inmiddels in de supermarkt hebben we buitenbeentjes en zo. Nou, ja, hartstikke tof, hartstikke leuk. Maar het is wel eens moeilijk om lokaal te krijgen wat je wil. Ik denk dat we daar met z'n allen op zitten te wachten en naartoe moeten groeien, is dat je wat meer trots krijgt op je eigen landbouwbedrijf. En trots bent op het product wat je hebt. En dat je niet wordt weggestopt of weggelachen wordt door een grote afnemer. Het zijn een supermarkt of het zijn een ander groothandelbedrijf die jouw groentes afkeurt. Ik denk dat het voor de boer en voor de chef heel leuk is als het contact directer wordt, zeg maar. Ja, dat is dan meer mijn missie, maar het is dat vind ik een prettig idee. Ja. En is er nou één product waar jij heel trots op bent, wat op jouw kaart staat, nu? Wij wisselen echt dagelijks het menu rond, zeg maar. Wat wel leuk is we hebben roggen, graan, wat ook direct van Landzicht komt. En dat is ja, toch iets wat we proberen zoveel mogelijk te vertellen ook. Van hey, dat komt hier uit strijden. Of dat is iets. En zo krijgt de bediening ook meer link. En dat proberen we met meerdere producten zo aan te gaan. En de bediening ook meer het verhaal te laten vertellen. En steeds meer mensen aan de andere kant. Dus de gasten die raken er ook steeds meer in geïnteresseerd. En dat storytelling wordt toch een belangrijker deel van het avondje uit en het avondje eten. En het creëert ook een soort van awakening bijna. Mensen krijgen wat meer besef over wat ze willen eten, wat ze kunnen eten. En de vraag wordt ook groter, hè? Dus ook vanuit de gast naar ons toe. Doe je wel je best voor een goed product? En dat is een heel terechte vraag, denk ik. Want het gebeurt nog lang niet overal en lang niet goed genoeg. Dankjewel. Dan geef ik graag het woord aan Juri Albrecht. En ik kom nog terug bij jullie voor vragen en interactie uit de zaal. Dankjewel. Ja, dank Marlijn Geurts. Fijn dat jullie allemaal zijn. Fantastisch verhaal van Jim de Jong, vind ik. Volle grond. Ja, want het is beter voor de smaak. En als je een topkok bent, dan gaat alles om dat hele kleine verschil van smaak. Een prachtig verhaal. Kloof, stad, platteland, die hier ook weer uitkomt. En hoe voedt het platteland de stad en hoe toegankelijk is dat? We hebben de aftrap vandaag. Fijn dat jullie allemaal zijn, nogmaals, in dit fantastische gebouw. Mooi, hè? Hoe eigenlijk iedereen langzamerhand aan het experimenteren mee is en proberen is om, of je nou chef-kok bent, of dat je nou Museum Boijmans van Beuningen bent, of de architect bent, dat je probeert dat te integreren. En dat is mooi, want we hebben een grote taak in de wereld van een landbouwtransitie en een grondtransitie. Wij voeren vandaag twee panelgesprekken eigenlijk. En ik ben ontzettend blij dat Jan Bonjer mij daarbij helpt.
Niet alleen ben jij natuurlijk gelauwerd journalist, dus je weet hoe het gaat met spreken en nieuws en dat soort dingen. Maar ook, en ik weet niet of heel veel mensen dat weten, maar ben je directeur van Vogelbescherming geweest, ben je Natuurmonument gewerkt. En ben je op dit moment dijkgraaf hier in Zuid-Holland, hè, waterschap Hollandse Delta. Veel beter beslaagd ten ijs dan jij kan je eigenlijk niet komen voor dit onderwerp. Fijn dat je er bent. Waar vind je nou zelf, als we over deze transitie, waar je ook de laatste tijd mee bezig bent, lees ik ook in de krant, en ook als dijkgraaf, maar ook al eerder natuurlijk, als vogelbeschermer, die landbouwtransitie, die is ook belangrijk voor vogels. Waar vind je nou zelf dat je het meest effectief bent geweest op dit gebied? Was dat als journalist? Was dat als activist, als oprichter van Wakker Dier? Of was het medeoprichter? Ja, dat is best een hele moeilijke vraag, Joeri, dankjewel. Graag gedaan. Ik probeer vanuit de talenten die ik heb veranderingen op gang te brengen en te begeleiden en te motiveren. Bij het Financiële Dagblad heb ik de digitale transformatie gedaan. Dus toen ik binnenkwam, toen bestond de wereld uit papier en iedereen dacht eigenlijk dat dat altijd zo zou blijven. Dus daar heb ik toen de ongemakkelijke boodschap gebracht van dat is vermoedelijk niet zo en we zullen het systeem moeten omkeren. Dus ik gedij in een klimaat van verandering. En misschien ben ik wel net zoals jullie een echte Nederlander die gedijen in een dynamische delta. Want dat is uiteindelijk waar we allemaal vandaan komen. Dus er moet voor mij wel dynamiek zijn. Ja, maar je hebt niet het idee, nu je echt verschillende métiers gezien hebt, als je echt iets wil veranderen, dan is die activist effectiever dan die bestuurder of dan die journalist? Ja, dat hangt ook heel erg van het tijdsgevricht af. Mm-hmm. Toen ik middelbaar scholier was, toen had ik een demonstratie op het Binnenhof en toen kwam ik meteen op de voorpagina van de NRC en werd ik uitgenodigd door de Vaste Kamercommissie. Dat ging heel erg snel. Als ik dat nu probeer, lukt dat absoluut niet meer. Nee. Dus het is heel erg. Dan hebben we die dijkgraaf weer, ja. Nou ja, dan zit je in zo'n bestuurlijk druk Nederland. Precies. Dus het is ook heel erg kijken van waar kun je het verschil, waar kun je het verschil maken. Ik vind het wel steeds ingewikkelder werken. Als je kijkt naar ons land, dan is het bestuurlijk. Dat is een cliché, maar het is ook echt waar. Ik ervaar die bestuurlijke drukte. En ons land, als je gewoon naar ons land kijkt, dan is voor iedere vierkante meter een drievoudige bestemming bedacht. Ja. Dus het wordt ook steeds ingewikkelder. Ik denk vaak toen was ik er nog niet, maar toen de Deltawet werd aangenomen in de Tweede Kamer en vervolgens de Deltawerken werden uitgevoerd. Ja, dat zou je dus nu nooit meer voor elkaar krijgen. En dat is eigenlijk wel gek, hè, want we hebben dus dat soort projecten wel nodig. Ik denk dat, als ik nog even op deze plaatsen, want dat ervaar je hier niet zo, maar we zitten hier in een delta die afhankelijk is van getijden, van golven, van rivieren die delta voeden. We zijn dat eigenlijk helemaal vergeten. Hè? Dus de Hollandse Delta gaat over de Zuid-Hollandse eilanden. Ik vraag heel vaak aan mensen van, realiseer je nu dat je op het eiland van IJsselmonde, het riviereiland IJsselmonde bent? Nou, 99% heeft geen idee. Dus we zijn eigenlijk helemaal losgeraakt van die delta. En ik denk dus dat als wij, de landbouwtransitie is er één, maar het gaat om een veel grotere transitie. Wij moeten ons land opnieuw ontdekken. Wij moeten opnieuw erachter komen wat de oorsprong is van ons land. En de oorsprong van ons land maakt ons als land zeer, zeer kwetsbaar voor de klimaatverandering. En ik denk dat die boodschap, althans die zou ik graag nog nader laten doordringen. We zitten ook, behalve met die klimaatverandering, hebben te maken met het feit dat we in een geologisch bekken zitten wat daalt. We spreken heel veel over zeespiegelstijging, maar landspiegeldaling is nog vele malen belangrijker. Gaat sneller, hè? Ook nou, als wij niet erin slagen om het natuurlijke systeem te herkennen en te omarmen, ja, dan wordt het heel erg lastig. Als we blijven vechten tegen die systeemverandering, als we blijven denken in maakbaarheid, dan gaat het niet goed komen. Dus Rijkswaterstaat en de waterschappen en zo moeten net zo goed door een transitie heen zoals de landbouwers en de agrarische sector dat moet. Ja, en ook dat gelijkbaar. Ja, zeker. En dat gaat heel stroperig, want het is ook best griezelig. Ja. We stoppen in Nederland 2,5 keer de aanleg van de Betuwe-lijn in het hoogwaterbeschermingsprogramma. En tegelijkertijd weten we dat het hoogwaterbeschermingsprogramma in the end niet houdbaar is. Dat wil niet zeggen dat we het niet moeten doen. We moeten het doen. Maar we moeten meteen eigenlijk het debat durven aangaan over de ingrepen die we doen, of die houdbaar zijn. En het goede of het slechte nieuws is,
Als wij niet het natuurlijke systeem, het water- en bodemsysteem, opnieuw weten te omarmen, gaat het niet goed met Nederland. Gaan we een kopje onder. Ja. Ja. Ja, en dan is helemaal geen landbouw meer te bedrijven, want dan staat het onder water. Ja. Nee, dus daar moeten we echt heel fundamenteel over nadenken. En dat zijn buitengewoon ongemakkelijke keuzes. En wat ik heel veel tegenkom in mijn praktijk is dat de meeste mensen, want mensen zijn niet gek, heel goed in de gaten hebben wat er speelt. Maar dan vervolgens aan mij vragen of tegen mij zeggen, ja joh, maar luister, ik moet nog 10 jaar in mijn bedrijf of ik moet nog 6 jaar in deze functie. Zullen we het even een beetje overzichtelijk houden? Ja. En dat kan niet meer. Ja. Dat is overzichtelijk voor die persoon misschien, maar voor de samenleving totaal niet meer. Dat wordt een enorme chaos. Ja, ik begrijp het. En dat is wel lastig. Jij gaat me helpen deze 2 panelgesprekken te voeren. Misschien vat je ook aan het einde nog eens even samen of zo. Nou vraag ik me af, waar ga je op letten in dit gesprek? Nou, ik zal proberen te ontdekken. In ons regeerakkoord staat voor het eerst dat het water- en bodemsysteem sturend zijn. Dus ik ga proberen te ontdekken of dat ergens doorklinkt in benaderingen. Of we echt de natuurlijke systemen durven te omarmen. En het tweede punt waar ik heel erg op wil letten is, waar zit nou de doorbraak? Want behalve systeem is schaal ook ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En mooie ontwikkelingen op een kleine schaal kan ik erg van genieten. Maar volgens mij, waar we als Nederland, als mensheid behoefte aan hebben, zijn echt de gesprekken over waar forceren of waar maken we nou die doorbraak mogelijk? Doorbraak naar een grotere schaal. Ja, naar een grotere schaal. Ja. Dus het gaat over systeem en het gaat over schaal. Mm-hmm. En is het veel te optimistisch als ik zeg dat daar ook een enorme kans ligt? En we zijn natuurlijk landbouwexportbedrijf nummer 1. We hebben Wageningen, de beste landbouwuniversiteit ter wereld. We hebben de hele wereld leren landbouwbedrijven. Als je zou kunnen zeggen, als dat lukt, van klein naar doorbraak, dat we dan weer een volgende periode van bloei van onze export van landbouwtechniek en watertechniek door kunnen gaan? Nee, dat ben ik zeker met je eens. Hè. Dus de innovatie in ons land en de innovatie in de waterbouw en de innovatie in de land- en tuinbouw is gigantisch. En daarmee hebben we inderdaad die naam gemaakt en die positie veroverd. En het is opnieuw tijd, en voor een deel is dat al bezig te gebeuren, om dat te pakken. Maar nogmaals, dat vergt veel durf. En wat ik op dit moment zie, is dat we de ongemakkelijke keuze nog heel ver voor ons uitschuiven. Ja, nou, dit is een mooi toekomstperspectief, maar is er absoluut nog niet. Nee. Ik geef nog maar even aan. Kijk, we gaan in Nederland, we hebben te maken met die bodemdaling. Die gaat gewoon door. Dat is een geologisch proces. Onder andere een geologisch proces. Ook wel door andere factoren nog. Hè, maar we zitten in een geologisch bekken dat daalt. Maar we gaan 1 meter zeespiegelstijging gaan we meemaken. Daar kun je eindeloos over praten. Maar dat gaat gebeuren. De vraag alleen is nog, wanneer gaat het gebeuren? Nou, als je daar nou even naar kijkt. En we zijn natuurlijk heel, want dat vind ik wel een belangrijk aspect. We zijn natuurlijk heel erg bezig om ons aan te passen aan die klimaatverandering. Maar er ligt nog net zo'n grote opdracht voor ons als het gaat over klimaatmitigatie. Parijs heeft 1,5 graad afgesproken. Nou, als we die 1,5 graad weten te halen, dan hebben we kans dat we die zeespiegelstijging van 1 meter die er ooit gaat komen, dat we die wel nog wat verder wegschuiven. Opdat we meer tijd hebben om ons aan te passen. Ja, maar dan komt die ook nog steeds. Ja. Hartelijk dank.